natuurlijk heb je niet mist op z'n vaas. De fietser gemist. Ja, op z'n vaas afstaan. Ja, ik wil ook in. Is dat een kabel, zou ik het zeggen? Ja, zeker. Dan moet je kijken. Hè. Die kijken niet meer, hè. Die hebben geen remmen, die rijden zonder onze billen, links of rechts. Oh, voor naar rechter. Oh, dat hebben we niet, dat hebben we niet. Dat is onze bier waar ik nu zit niet meer. Je hebt naar de wasse lal verloren, die hebben we net, omdat je een tandje hebt gevangen. Je kunt die uitwijken. Nee, het is dat, hè. Dus daar heeft je tram zorgen, maar ja. Zo onderweg worden we hier 3 jaar bekijken. Ik ben eens curieus wat er zijn bij Rondaan misschien. Nee, het valt me niet. Zou kunnen zien als we met die cynische wandrijgen van afkomen? Ja, Je moet er niet druk liggen. Ja. Gaan we weer omleggen. Ja, vroeger bestond een systeem met de bovenleiding. Dan komt je tramchauffeur moest rijden op een bepaalde nagel die in de straat gegeven komt. En dan komt je dus signaal geven dat je wist van de links naar rechts. En dat is nu niet meer. Allemaal veranderd. De voertuigen die nu rondrijden, die zijn voor geprogrammeerd en die wisten voor de Ik ga wel een beetje voor de
Ja, want hij heeft een trolley gehad, hè. Die had uitgevoerd. En die stond aan de pantograaf, omdat dus de overleiding is alleen de naam gepast en veranderd. En in Brussel hebben ze op bepaalde terreinen dat ze dus met trolleys kunnen rijden. Onder andere bijvoorbeeld naar de parken, hier aan de bosrijers op mee kunnen sturen. Ik zeg het, vanaf morgen, 5 dagen, van 4 mei tot 5 mei, zijn we met 39 oude voertuigen opgestaan. Museum is wel mogelijk. Het is een prachtig museum, met catering en alles aan, die handen in plaats. Ik zeg het werd door de toenmalige trammaatschappij CGTA, Compagnie Generaal Tranvers Anvers, ja. Het is dus gewoon een Franse naam voor een Vlaamse betiteling. Dat is dan nog eens een keer verschillende keren in naam veranderd in TAO, TA, MIVA en uiteindelijk komt het resulteren in de lijn. De rode tram tot en met 1918. Dat waren prachtige trams, die waren geschilderd in karmijnrode kleur, met gele opschriften en gele biesjes. Er waren, zoals dat in vele trams en in veel steden het geval was er een eerste en een tweede klas. De eerste klas hadden 10 zitjes en de tweede klas hadden er 22 zitjes. In totaal 32. Dat werd natuurlijk gescheiden in een compartiment, dus tussen de balkons zat een schuifdeur, aan beide balkons. En in het midden van de tram was er nog een schuifdeur om de eerste en de tweede klas uit elkaar te houden. Twee reserveurs, de wandelende ontvangers noemden ze dan. Die mensen die gingen rond in de tram, die deden hun dienst altijd staande. Ook de wachtman deed zijn dienst staande. En de balkons waren niet afgesloten met een pneumatische deur zoals dat nu is, maar dat waren gewoon ijzeren grilletjes. Ik heb hier een tekening van, zodat je het tram eruit gezien heeft. Dat zag er zo uit. Dus heel herkenbaar zijn de 5 ramen natuurlijk, dat is gebleven. Maar de balkons werden afgesloten met ijzeren grilletjes.
Bij mij ook dat die een trolley opstaat, ik ken het dan toch af. Vroeger werd er met trolleys gereden, dat is eigenlijk een stang met een doeltje. Bovenleiding is plus, de reis is min. 600 volt, bereikspan. Maar wat ze mochten zien, er waren geen koersborden, want deze trams waren eigenlijk bestemd voor de buitendiensten. Die reden naar Mariaburg, Braschaat en Schoten. Dat was een lijn die uitgesteld werd door de NNVB en de CGTA deed dus dienst tot 1920. In 1920 gaat de NNVB die lijnen zelf terug in exploitatie nemen. En van de 20 voertuigen worden er 11 verkocht aan de NNVB en blijven er 9 in de stadsdienst. Een eerste renovatie brengt zich op. Na de oorlog van 1918 zijn deze trams in het bruin geschilderd. Een kleur die goedkoop was en bestendig en dus de mooie kleur verviel. Het grote voorlicht voor en achter in, op het dak is gebleven. Nee, dat werd weggenomen en er werden koersborden in de plaats gezet omdat die trams dus in de stad gingen rondrijden en dan is er een koersnummer te voorzien. Als die naar Braschaat of Kapelle reden, wat dan toen in die tijd nog niet zo nodig. Dus die lichten die verdwijnen en ze krijgen dus de zijlantaarn met een koersbord. Dat is in de tussentijd ook al verdwenen, want met de laatste renovatie in de jaren 50-60 is daar een filmkast gekomen en zijn die takarmaturen eigenlijk allemaal verbonden. Goed, de indeling vervalt, dus eerste en tweede klas vervalt, het wordt dus één klas. Later, in van de vele verbouwingen, gaat de reserveur een plaatsje krijgen van achter in een tram met zo'n tafeltje en een verhoog. En dat kun je hier zien, dat staat wel een foto van de PCC, waar die ontvanger er zat. Maar voor veel mensen is deze toch een heel herkenbaar beeld. Dat is cool, hè? Dus de reserveur die van achter zit en dus de kaartjes in ontvangst neemt en dan even de betaling. 1930, wereldtentoonstelling in Antwerpen. Ze hadden grote trams nodig, deze waren de grootste trams. Die waren comfortabel, waarom? Die hadden bochtjes, die draaien rond, dat zijn draaistijl. En in de bochten rijden die veel soepeler dan de oude stadstrammetjes met de twee assers die heel vierkant op de bochten hadden. Dat is de bochten gaan. Deze tram was dus eigenlijk het summum van rijkwaliteit. In 1930, er komt veel volk naar de wereldtentoonstelling hier op het Zuid. Nog een reliek die overgebleven is de Christus Koningkerk, dat was het Vlaamse paviljoen. En dat is nog altijd te zien, maar dan ingericht als een kerk. In 1930, de tram worden van binnen volledig gesloopt. Dus alle stoelen gaan eruit, want ze willen, per rit willen ze 100 mensen kunnen verplaatsen van de tram dus bij. In de plaats komen er van die stangen hier en ook van die palen met de mensen die kunnen vasthouden tijdens de rit. Het wordt ook een kind gemaakt van onder de tram. Dat is gewoon voorgedaan in het twee taal van Frans en Vlaams. Staande plaats. Ik heb daar een foto van, denk ik. Dus wereldtentoonstelling 1930, dat is hier waar de tram de wereldtentoonstelling binnenrijdt. En zo wordt dat ook geafficheerd. Dus deze tram, de 386, was zo uitgevoerd. De staande plaats en plas die boek. Nee, die gaat wel. Maar ze zijn fotovoltaïek. Als die wereldtentoonstelling is afgelopen, blijven deze tram buiten dienst tot 1938. Men vond het geen goede optie om deze tram op te blijven rondrijden met enkel staanplaatsen. Dus als ze terug in het systeem komen en de trams werden nog maar eens verbouwd. De schuttingen tussen balkon en zo, want die bleven er allemaal op staan. Dus het was dat nu de eerste en tweede klas worden geschreven. Dan zijn er tot de jaren 60 zijn er nog verbouwingen gebeurd in die zin. De Watman deed ook altijd staande zijn in dienst, maar uiteindelijk is er dan dat zitje gekomen en die afscherming. Nog iets dat dan als luxe bijkwam, dat was een pneumatische ruitenwisser, want vroeger was dat een ruitenwisser die met de hand moest bediend worden. En nu is dat een pneumatische opluchtdruk. Dat zijn onder andere ook nog van de, van de zaken die werken. Ja, en men kreeg dus, in plaats van de houten schotjes die er zaten, kreeg men pneumatische deuren die men kon openen van de baanstand.
En natuurlijk, de chauffeur zijn taak is erbij. En het was de landman die tussen zowel ontvangen speelde als met het voertuig optreden. De belangrijkste positie in de tijd, de grootste brein eruit brand, dat was zeker niet de landman, dat was wel de reserveur, want dat was de mens die kon lezen en schrijven. En de landman was dan niet zo direct bepalend dat hij die bereidste moest kunnen hebben. Dus dat was ook de baas van de tram. Dus dat was ook een positie die dus later. Dan de tram in originele toestand. Deze is met pensioen gegaan in 1975. Heeft een laatste ritten gedaan. En is dan overgenomen door het Vlaams Trammuseum. Van de 20 voertuigen, zoals gezegd, waren er 11 naar de NMVB gegaan. In 1959 zijn die allemaal gestopt. De 9 andere die zijn blijven rijden tot de jaren 70. Men heeft daar 2 trams voor behouden, hier voor de museumdoeleinden is het tramrijtuig waar het momenteel naar omdraait. En het andere was verkocht aan een maatschappij in Rijssel, want die wouden met die tram eigenlijk ook weer te doen. Maar in Rijssel hebben ze nooit de vergunning gekregen voor een keerbus. In een tijd waren deze trams al opgebouwd voor in die richting te rijden, maar vroeger hadden we niet meer geen stuurpas, want we hadden in Gent gebouwd. Maar die stuurposten zijn met de tijd verdwenen, de elektrische stuurposten. Dus in Rijssel konden ze daar niets mee doen. Ze hebben die dan in een magazijn gezet. En dan heeft Vlaanderen die tram overgekocht voor een prijsje, maar die was dan helemaal in een vervallen stand. Momenteel staat het dus in een verschut op maat van het leger. En die wacht op restauratie. En ja, als er ooit iets centjes voor zijn, gaat er misschien iets van komen. En anders gaat het dan een kerk op dagen bij. Dat is heel kort en grondig de geschiedenis van deze tram. We merken ook de plakkaat tegen de dingen hangen, dus tegen de ramen. Hè. De oudere kwamen van de Volksgezind, er zijn erbij die nog bestaan. Er zijn van die maatschappijen of firma's die nog bestaan. Maar ook de opschriften. Jongeren blijven niet zitten als ouderen moeten staan, dat is niet omgekeerd. Jongeren blijven zeker zitten als de ouderen moeten staan. Dat is nu het geval. En we geven u tijdig naar de uitgang, dat is ook niet meer nodig, want als je nog op plaats bent in de cabine springt, dan gaat die deur wel in alarm, maar we zijn dan toch nog wel binnen op buiten aan de tram. Niet roken, ja, heel duidelijk. En vroeger stond er ook van bovenop, je liever de bestuurder niet te verstrooien, dan mocht dat niet te ballen. Wij in onze jonge tijd, als we van school kwamen, wij deden het. Voilà, tot zover met een bondige uitleg. Ik kan u ook nog zeggen dat deze tram uitgevoerd is met 4 55 pk motoren en dat is eigenlijk een heel stevig verhaal als voor kinderen. Gebouwd in 1907 en 1909 en dus nu nog altijd eigenlijk inzetbaar. Dank u wel. Ja, dat mag ik horen. Dus de controleur is op komst, mannen. Aha. Ja, de uitleg gaat altijd anders zijn, dat is waar. Ja, gaat dat goed? Overeenkomstig gaat het ongeveer zijn wat er inhoud is. Dat kan je kouten nog een beetje van je als je zit. Ja, het zout moeten kunnen we nog wel even dieker brengen. Ja, dat is ik heb ook nog een foto gekomen dat die trams in de tijd verstoord werden. Die werden gewoon in brand gestoken. Dus deze tram is hetzelfde type als we dat nu gereisd hebben. Die zijn daar van de Leuvel en zo, in Volbogen, zijn die er allemaal verstoord geraakt. En ja, je kunt ze niet allemaal bijhouden. Dus die werden gewoon in brand gestoken, die wat erover gestoken. Dat was dus eigenlijk dezelfde kant in het al. En dat komt dan verkocht door de dus dat gebeurt en alle oude stukjes. Er zijn boeken uit de Ja, 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 ja,
zou ik ook denken dat je weer de hamer is op de enkelop. Ja, ja. Ja. Het is een mooie lijkt dat we boven vullen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar het is dan in Nederland, want in Brussel heb ik ook heel veel boeken in Sint-Pieters-Boruwe over van alles en nog wat. Sommige zijn tweetalig, zoals het boekje. Ik heb een heel klein boekje dat gaat over de buurtspoorweg voor de Grote Van Ham. En dat is tweetalig. Grote Van Ham. Het is nogal voormalige en een Dat is een beetje een krakkemietje niet in zijn. Ja, dat is. Sorry. Wel, dat is een afgelopen, dat we in de buurt niet zijn. Ja, zeker hè. Maar dat draaien we wat heb je gedaan?
denken dat dat een groot volk is. Ja, soms moet je chance hebben. Iedereen, soms zet ik echt vijf al groot en zat er niet allemaal in de kelder. Waar is het? Ja, 5, 6, 7 geleden. Ja, dat was een zin, een momentje gegaan. Dat was toch wel volk in café. Zijn daar die vakjes aan? Ja, wel. Ja, dat is een geval, dat is ook al over geleid, want de dolle in Avar. En dat was de man van Ivi, van de Nederlandiek. Je wist in de Oazas zitten in Afrika, de kantoor van het soort. Je weet, je komt dus voor je gezondheid, dat is de job. Je gaat de kelder in, je zit wel in die kelder uiteindelijk. Je komt de naam van de airport werken en die heb je iets uit Oazas. Oei, 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 oei. Je hebt alles op z'n hart gekregen, dat is het alles. Oei, dat is mijn, dat is mijn. Kom maar dingen, dingen van kwaders. Slecht afgesproken. Je hebt de naam van de airport gekregen, maar ja, dat is anders gemakkelijk van echt. Even wachten, hè. De stroom stond er nog. Ik vind hem deze
probleem. We gaan een half uur 70 en dan zijn we nu meteen weer weg. Als we niet te veel foto's willen trekken. Nee. Max, hè. Nee, geweldig. Hij is ook beter voor de beluggraaf dan zo liggen, hè. Dat is ook niet goed. Ik moet een gewichtje gebruiken, hè. Ja. Je wist niet de schaal liggen, hè. Maar je wist niet, dat is niet van. Ik weet niet of er nog veel volk op een pakje hebt. Dus dat is klaar, hè. Dat is een reënswing, hè. Komt zelfs. Zo. Dat is een boom. Nu? Zeg het lichtje niet direct? Het lichtje moet branden natuurlijk, hè. Maar soms wil ik dat lichtje ook niet. Blijven zoals het is. Ja, dat zijn. We moeten er wel aan komen. Ja, dat is het aan. Je begint al tram zien te houden. Ik ben die een naam met de pondertram. Ja, we zijn er. Nee, maar ik zie het niet. Je bent de pondertram gaan. En je bent een pondertram. Ja, dat is het. Ja.
1975 naar Duitsland. Voornamelijk hebben die dienst gevallen op de lijn 10. En lijn die terugkomt, hè. Dat is Noorderplaats, Duitsstation. Dat is vroeger lijn 10, die hebben we voldaan. En dan gaan ze daar wel waarschijnlijk doortrekken tot aan de havenhuis. Dus dat die werken op de boulevard vooral zijn, en op die lijn waarschijnlijk terug in dienst. Dat is weer de stad om hier, hè. Dat is weer 10 kilometer. Dus dat wordt terugreinigd. En daar hebben die voornamelijk dienst gedaan, alhoewel dat die niet altijd bepaalde lijnen werden ingezet. Want je hebt ook gereden op lijn 24, op lijn 12, op lijn 29. Ja, dat gaan we. Ja, want het gaat er niet in door. Volgens mij is het niet zo klaar. Gaat er niet in doorgaan? Inderdaad. Ja, ook een kampering. Ik weet niet hoe. En dan kost het allemaal wel te zijn. We zijn klaar met alle tijd. Ja, alhoewel. Inderdaad. Toch. Is de kans. Ja. Toch iets zeggen. Het is niet het museum dat de landings tegenhoudt, hè? Het is de landings die het museum tegenhoudt. Ja, dat is misschien niet fijn. Nee, ik wil dat zeggen, misschien. Maar kijk ze, kan niet door, hè. Kan niet door. Daarna brengen we ons een duidelijk naam op jouw trap. We gaan goed zo naar de zin van de schaal betrokken. Kijk dus vandaag. Hoe lang? 100 keer aan het trekken of zoiets. Maar het is een vlak van een tram, hè, nog met die balkondeuren zitten zitten. En dat is een ja, is het niet gesmeerd? Of ja, is een heel ziek vet onderom? In alle geval, bedankt voor het plezier. Allee. Nee. Hier is het. Nou, hier is het een beetje. Misschien moet ik ze beter aan het toos meebrengen. Bij de vierde. Ja, dat was zeker 11. Tik 7. Dat zal het zeker gewoon. Dat is een beetje te in hier. Mooi, dat is. Dat lukt. Ik vind dat wel zo goed gesneden. Iets kan begonnen hier, hé. Dat polder gaan met een vatenschap. Als het goed is door zijn neus kan aantonen, hé. Het zit hem in de kracht. Het zit hem in de kracht. Hier stond hij hier vroeger. Maar nog een tijd begint hier, ja. Toch een beetje. Ja, omdat je die. Je moet hem, voelen wat er staat. Hè. Ah, ja. Dan hebben we diezelfde plek. Je hebt het toch al. Dan kan dat spreken er niet goed tegen. Ik wil eerst strak hem laten. Strak je ook wel meer spikken. Oh, ja. Dat staat er op de beneden. Een ei erbij, hè? Spik met een ei. Nog eens bellen naar de auto was. Oh, alle. Zeg, krijg je een spik mee, hè? Dan zouden we de dag.
Ja, inderdaad. Dat is waar de vertering, ja. Maar ze zitten dan wel met kamer te maken en trappen maar de zorg te Ja, hier is het per wissel, hè? Ja. Verwacht je dat hier zijn geweest? Ja, je kunt dat ook kijken, hè. Ik hou je spieren soepel. Zeker weer. Die wisselt niet hier. De groene knop. Ja, ook een knop. Knop ik het even. Je moet het natuurlijk liggen, hè. Ik wacht achter de hoek op u. Dat ik zelfs wel terug heb gedaan. Dat is de polderpram, hè. Dat je met de schaamdeur oh, dat is een ja, dat is van een andere noemer. Nou ja, we zijn hier allemaal samen in. Ja, alle drie. Met de cultuurmarkt rijden we dan ook weer met oude trams rond. En hopelijk dan niet met de 2000, maar met echte oude stadstrams. Ja, dat is enkel de zondag van 1 tot 5, ook op stap op de voetbals. Cultuurmarkt van 5 tot 5. Ja, je zag wat het geven om wat was. Ah ja, ja, gewoon niet gezien. Doe het voor dokters en dan? Ja, een bedankt. Het is nog niet aan mij. Nee, ja. Die moeten nog lang wachten, die oudersteken. Hij zit erin. Okay. Ja.
Eigenlijk is het wel de uiterlijk van een Amerikaanse tram. Ja, president, committee, call. Ik zeg het, velen vinden dat het al bakken, maar ik vind het niet wel. Maar ze zien er niet aan, hè. Smerig aan bouw. Je weet niet of er iets aan het buiten trekt. Ik heb het niet. Je kunt er niet uit. Ja, dat is verschrikkelijk. Nee. Dat kan mij gewoon helpen. Ja, dat is hier dat die een. Je bent niet. Oh, dat is een moeilijke die. Kom maar op, kom. Ja, dat is al wel, hè. Ze hebben de wisselwacht wel terug even overpakken. En, de zwaaipakken. Hij is er nog. Je kunt meerijden, hè? Ik was hier nog weinig aan het werken tegen. Het is in het Engels, het is in het Duits, het is in Tjakamakes. Frans, Russisch. En de persfotografen zijn er ook aan. Oh, dat zijn de enthousiastelingen, hè? Die hebben al 1000 keer die tram getrokken. Ja. Dat maar positief. En alle mogelijke standjes. Ha 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 ha.